Het Medisch Wetenschappelijk Instituut, MWI, luidt de noodklok. Onze nieuwsdienst heeft vandaag een gesprek gehad met de directeur van het instituut, Betty Sabayo-Sederboom, en de decaan van de medische faculteit, Robert Bipat. Directeur Sabayo zegt dat studenten hun beklag hebben gedaan over de krappe collegeruimtes. Dat verbaast haar niet, maar ze wijst er wel op dat de studenten van de medische faculteit te gast zijn bij het MWI. Vanaf mei, toen de numerus fixus bekend is geworden, hebben de decaan en ik zijn we eigenlijk instanties zo een beetje afgelopen om te zeggen, luister, we hebben een probleem als we weer 60 studenten hebben. We hebben een probleem met opvang, dus wil zeggen huisvesting. Je kan studenten, vooral wanneer het gaat om medisch onderwijs, kun je ze niet proppen in een lokaal om colleges te volgen. En het gebouw is eigenlijk niet berekend op zoveel mensen tegelijk. Dit gebouw is eigenlijk een groot laboratorium met net wat ruimte om kleine groepen studenten op te vangen. En ja, als ze klagen, het is te verwachten. Ze hebben eigenlijk gelijk. We hebben wel van alles gedaan, maar nul op het request. We hebben zelfs, OWI heeft geïnspecteerd, ook aangegeven wat er allemaal moet worden aangepakt, aangepast, een begroting gemaakt. Maar we hebben dat geld niet. De numerus fixus, dat is het vastgestelde aantal, was gesteld op 30. 7 jaar geleden is het verhoogd naar 40. Volgens de decaan van de medische faculteit, Bipat, hebben zij toen al aangegeven dat het meer was dan de maximale capaciteit die het instituut aankan. Het is 2 jaar 40 geweest. Met kunst en vliegwerk hebben we geprobeerd om dat te dingen. En wat verbaasde ons is dat 5 jaar geleden naar 60 is gegaan. En het is de afgelopen 5 jaar gewoon op 60 gebleven. Ondanks herhaalde verzoeken van ons van kom, laten we terug gaan naar 30 of iets minder. De kwaliteit te kunnen garanderen. Want u kunt zich voorstellen van grote groepen studenten. Het is niet een traditionele middelbare school waar je gewoon voor in staat en les geeft. Het is meer, dit is interactief. En wanneer er een groep van 160 studenten bijna ergens zitten, omdat voorgaande studenten ook nog dat vak moesten volgen en dat soort zaken, dan krijg je dat het interactieve eruit gaat. We hebben nu op dit moment een gastdocent op bezoek en hij probeert het dus ook met vragen te gaan stellen en zo. Maar je zult altijd een groep studenten hebben die dus eigenlijk een beetje wegdokken in die grote groep en niet mee doen en niet mee participeren, waardoor het doel van het onderwijs eigenlijk niet echt wordt bereikt. Sabayo zegt dat dit ook zijn weerslag heeft op het medisch wetenschappelijk onderzoek. De professoren die het onderzoeks- of praktijkgedeelte onder zich hebben, kunnen niet zulke grote groepen aan, waardoor er stagnatie ontstaat. Voor de MWI-directeur is de rek eruit.